Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Op 27, 28 en 29 mei aanstaande, dat is dit weekend, zal er een storytelling evenement worden georganiseerd in Theater Uniek. Mijn gast vandaag is mevrouw Joan de Bie en zij gaat ons van alles erover vertellen. What made is a little Q-Time? Mevrouw de Bie, goeiedag, welkom bij Q-Time. Dank u wel. Oké, ik heb begrepen dat u lid bent van het productieteam van AISA. AISA is dus de organisatie die staat achter de storytellingavonden die op komst zijn. Wat kunt u ons vertellen over deze stichting? Nou, deze stichting houdt zich bezig met storytelling. En de bedoeling is dat we eigenlijk meer storytellers gaan maken. En het is ook de bedoeling dat storytelling van kracht blijft. Ja. Waarvoor staat AISA precies? AISA staat voor Anansi International Storytelling Academy. Oké. En wat voor evenementen hebben jullie in het verleden of tot nu toe al georganiseerd in dit kader? Nou, in het verleden hebben we in samenwerking met de Nederlandse ambassade ook soortgelijke storytelling kunsten georganiseerd en we zijn er dit keer weer met zo eentje, maar wel een bijzondere. Ja, dat is bijzonder. Oké, daar komen we zo direct op terug, want ik wil toch even stil blijven staan bij storytelling op zich, hè? Want ik denk namelijk dat storytelling is dat je gegeven moet zijn. Het is een talent. Ik denk niet dat het iets is dat aangeleerd kan worden, of zie ik het verkeerd? Het kan beide zijn. Het kan zijn dat je aangeboren talent hebt om story te tellen. Maar iedereen kan een story vertellen. Maar het moment dat je voor een groter publiek een story moet vertellen, dan moet je bepaalde skills hebben. Je moet bijvoorbeeld weten hoe je de persoon zodanig brengt om zich in te leven in het verhaal. En die skills moet je hebben, want je moet een beetje met je lichaam werken, met je ogen werken, je mimiek, je pantomimiek. Dus het is toch een kunst om story te kunnen vertellen. Ja, ik denk ook dat het een talent moet zijn, hoor. Ik denk wel dat er wat kneepjes aangeleerd kunnen worden, maar het moet wel een beetje een natuurlijk gegeven zijn. Zijn jullie ook bezig om mensen te scouten die dit talent hebben? Is dat ook een van jullie taken? Jawel, en vandaar dat ik zei dat dit evenement dit keer zo bijzonder is, omdat in het hele weekend we ook de gelegenheid zullen bieden dat storytellers gevist eigenlijk kunnen worden. Dus het wordt net een storytelling talentenjacht ook. Oké, okay, goed. Ja. Nou, dat brengt ons direct op het programma, want jullie zijn een heel weekend bezig. Vrijdag, zaterdag en zondag, 27, 28, 29. Vertelt u ons wat meer over het programma? Nou, het programma ziet er zo uit. Op vrijdag hebben we magische verhalen met Nona Welmoed en Paul Middelijn hemzelf. En dan moet je een beetje gaan indenken aan verhalen met een hele mystieke achtergrond. En dat is zeer spannend. We hebben op de zaterdag hebben we voor de Biggie's Mas. Dat is een hele bijzonder moment, want dan worden de Biggie's Mas helemaal in hun element gezet. Ze komen binnen met Copro toe. En ja, het wordt heel erg bijzonder. En zondag hebben we dan de masterclass. En op die dag wordt er de gelegenheid geboden om je in te schrijven voor een workshop. Dus daarbij zal je de skills leren om ook story te kunnen vertellen. Je krijgt dan, je zou zeggen, de keuken van het storytelling wordt voor het publiek opengehouden om aan te leren wat de kneepjes zijn, wat de tricks zijn, om een story op het podium aan een groter publiek te kunnen vertellen. Oké, okay. In principe, als ik u zo hoor, zijn het drie avondprogramma's, klopt het? Of zijn jullie ook gedurende de dag bezig? Nee, jawel. We hebben twee avondprogramma's. De eerste is op vrijdag. Dat is even spieken van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds in Theater Uniek aan de Rustenvredestraat. En dat is de dag waarop de magische verhalen door Paul Middelijn en Nona Welmoed verteld worden. Maar op de zaterdag... Wie is mevrouw Nona Welmoed? Kunt u ons... Die is ook een vertelkunstenaar. Oké, okay. En de magische verhalen, zijn het verhalen die
zeg maar door de mensen verteld worden uit eigen ervaring? Of komen ze de verhalen uit boeken? Of zijn het waar gebeurde verhalen? Waar komen de magische verhalen vandaan? Nou, het zijn in ieder geval verhalen met een mystieke achtergrond. Ik zal niet alles prijsgeven, want de mensen moeten ook nieuwsgierig zijn om naartoe te komen. En dan horen ze wel van, dit is een waar gebeurd verhaal. Of dit is... Ja, toch? Ik kan niet aan mijn kruid okay. Nee, ik denk, ik tipje van de sluier, dat denk ik. Maar goed. Nee. Maar heel duidelijk, heel oké, okay, en het zijn meerdere verhalen die op de vrijdagavond worden verteld? Zeker, het zijn meerdere verhalen die op de vrijdag worden verteld. Op de zaterdag hebben we die Bigisma Tories. Ook om 8:00? Dat is een dagprogramma, dat is vanaf 10:00 in de ochtend. En dat duurt 12:00 in de ochtend. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. We hebben dan de masterclass. Dat is op 4:00. Dat is om 4:00. En dat duurt tot 7:00 s'avonds. Dat is op de zaterdag ook? Dat is op de zondag. De masterclass is op de zondag. Oké. Okay. En wie kunnen allemaal meedoen aan de masterclass? Want moet je wel al enige ervaring hebben met storytelling? Er is helemaal geen drempel. Er is geen drempel. Het moment dat je je geprikkeld voelt door, want vooraf wordt er dan ook story verteld. En het moment dat je voelt van, hey, dit is iets voor mij. Dan staat de keuken ook voor jou open om je in te schrijven voor de masterclass. Om de tricks en alles te leren om een story te kunnen vertellen. Ja, ik vind het een heel bijzonder initiatief. Heel erg mooi, dus gefeliciteerd daarmee alvast. Zijn er kosten verbonden aan deelname? Jawel, er zijn kosten verbonden aan de storytelling. Magische avond, ga ik even weer terug naar het voorkant van het programma. Van de vrijdag met Nona Welmoed en Paul Middelijn. Daar kost een kaartje 200 SRD. Op zaterdag, wanneer de Bigismas aan de beurt zijn, kost een kaartje 50 SRD. En voor de masterclass is het 100 SRT. Dat is op zondag. Oké. Okay. En hoe laat is de masterclass op de zondag? Want die tijd had ik even gemist. De masterclass vangt aan om 4:00, ja, en eindigt om 7:00. Ja, oké. Heel erg mooi. Ik vind het een hele bijzonder evenement. Is van tevoren registreren verplicht voor de masterclass? Helemaal niet. Er zijn telefoonnummers die zijn, ik moet even spieken, dat staat wel heel klein. De telefoonnummers kan ik even later doorgeven. Maar je kunt je kaartje reserveren en nog makkelijker. Je kan er gewoon naartoe komen en bij Theater Unie je kaartje kopen. Nou, u zegt wel laagdrempelig, hè, want ik denk aan die masterclass, want daar gaan we natuurlijk het talent ontdekken. Maar ik denk, boy, ja. Ook al vind ik het interessant. Ik zie mezelf ik vind het interessant, maar dat wil niet zeggen dat ik het kan. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat eraan toe zal gaan. En de tricks en de tips leren van hoe ik een master storyteller zou kunnen worden. Want ik noem maar wat, het is eigenlijk een beetje gewoon een persoonlijke grapje. Bijvoorbeeld... iedereen kan grappen vertellen, toch? Je weet, eigenlijk begint het daar als je een leuke mop kan vertellen, denk ik hoor. Ben je al een beetje, de kiem ben je al een beetje een storyteller, want je brengt dat ding met saus en zo. Ja, toch? Eigenlijk, daar begint het op super amateur niveau. Nou, ik ga je vertellen, ook al is die mop nog zo grappig, als ik het vertel, niemand lacht. Ik weet niet waarom, want ik vind dat ik zelf persoonlijk genoeg gevoel voor humor heb, maar het lukt me niet. Dus ik ben wel echt benieuwd hoe dat eraan toe zal gaan om dat aan te leren. Hoe lang bestaat de stichting AISA al? Nou, die informatie is een beetje interne informatie. Die heeft Paul Middelijn zelf hoor. Want ik weet niet precies hoe lang AISA bestaat. Maar ik weet wel dat ze wel al een begrip in de Surinaamse samenleving zijn. Oké. Ja, de naam natuurlijk van meneer Middelijn is heel bekend. De stichting zelf kende ik niet, maar bij deze hebben we dus kennis gemaakt. En nodigen we in ieder geval iedereen uit die het interessant vindt om dit weekend naar Theater Uniek te komen. Ik neem aan dat de informatie over het Storytelling Weekend ook via social media te vinden is. Zeker, ja.
En zoals u zei, mensen kunnen er gewoon naartoe. Je hoeft niet vooraf te registreren. Maar de kaartjes zijn te vinden bij Theater Uniek zelf op vrijdag, zaterdag en op zondag. Ja, klopt. En ik moet ook bij vermelden dat er parkeergelegenheid is. En dat er ook gezorgd is voor controle op je voertuig. Oh, dat is heel belangrijk. Ja, in deze tijd. Helemaal. Ja. Oké, mevrouw De Bie. Hartelijk bedankt voor de informatie. Heel erg veel succes met het Storytelling Weekend. En we kijken er naar uit als we wat natuurtalenten kunnen ontdekken uit de mensen die de workshop bezoeken. Zeker, we zijn optimistisch. Goed zo, dank u wel. Succes met de organisatie. Alsjeblieft. Goeiedag. Dat was het gesprek met mevrouw Joan De Bie van de Stichting AISA. Dit weekend zal er een storytelling weekend zijn in Theater Uniek. Vrijdagavond is er een programma van 8 tot 10 met mysterieuze verhalen. Op zaterdag is er een Bigisma voorstelling met verhalen voor onze Bigisma's tussen 10 en 12 uur 's morgens. En op de zondag is er een masterclass van 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Als u interesse heeft, kunt u zich daarvoor aanmelden op de zondag in het Theater Uniek. En natuurlijk ook voor de andere voorstellingen als u zich daar aangesproken door voelt. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.